En dan lekker dik stukje klei. Eerste buitenrit met Marley en Aksje staat op het programma. Waar gaan ze nou heen, hè? Kom maar, Aksje. Volg het pad gewoon, maar nee hoor, ze gaan echt zo alle kanten op. En... holy shit, deze rivier! Ik heb de bak nog nooit zo nat gezien. En als hij dan overstroomt, dan gaat hij over het pad heen. Goedemiddag allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik heb vanochtend al wat pakketjes weggebracht vanuit de webshop. En jullie zien mij afgelopen vlogs echt praktisch alleen maar in deze trui rondlopen. Want dit is weer een nieuwe sample voor mijn nieuwe collectie. En ik wil nog één sample afwachten. En anders gaat dit hem worden. Want ik wil nog even één ding kijken of het anders toch beter is. Dus ik loop hier gewoon heel de week in. Want hij zit gewoon zo ontzettend lekker. Dus dat is natuurlijk iets heel erg positiefs. Marley staat hier lekker te eten. Daar wil ik vanmiddag nog eventjes wat mee doen. Want morgen gaan wij een eerste buitenritje met Ax maken. Carmen op Ax uiteraard. En ik op Marley. Maar ik dacht misschien is het wel lekker als ik vandaag eerst even lekker een stukje met hem ga wandelen. Zodat hij aan zijn nieuwe ijzertjes kan wennen voordat ik morgen op buitenrit met hem ga. Dus ik wil eigenlijk straks even met hem gaan wandelen. Maar ik heb over een uur een afspraak met de kapper. Dus ik ga eerst even Nacho zijn benen afspuiten. Zijn benen koelen eigenlijk. Toen ik vanochtend ze ging voeren viel wel op dat rechtsvoor echt al best wel dunner was. Rechtsachter was ook wel dunner, maar niet zoveel dunner. Maar is op zich logisch, want de dierenarts heeft gezegd dat rechtsachter wel erger is dan rechtsvoor. Dus nou ja, goed, zolang ze maar dunner worden, is het natuurlijk positief. Hé hey jongen, ga je met me mee? Gaan we eventjes jouw beentjes koelen? Hè? Ja, gaan we eventjes jouw beentjes koelen? Ja. Ik wil trouwens iedereen eventjes bedanken voor de fijne reacties onder de vlog van dat ik met beide paarden naar de kliniek ging. Blijft toch altijd een beetje spannend als ik moet gaan vertellen dat ik dus de keuze heb gemaakt om maar op ijzer te zetten. Maar eigenlijk was iedereen in de reacties hartstikke lief. Dat iedereen zei, ja, je wilt toch altijd het beste voor je paarden. En dat zit bij jou wel goed. Dat vind ik altijd een heel groot compliment in ieder geval. En dat ook heel veel mensen er toch over eens waren van... ja, als de medische oorzaak is, dan is het natuurlijk toch even wat anders. Ga je mee? Kom. Ja, je hoeft niet bij de rest te blijven. Kom, kom. dus dat ze mijn keuze heel erg goed begrepen. En ik moet ook zeggen vanochtend, want we hebben natuurlijk hier een heuvel die afloopt richting de inloopstal. Vanochtend zag ik Marley vrijwillig, dus gewoon zonder reden, zonder dat hij opgejaagd werd of zo. Van de heuvel afdraven. En dat zag er echt super soepel uit. Ik heb hem überhaupt al, misschien nog nooit, van de heuvel af zien draven. Vrijwillig, hè? Want deze zit natuurlijk wel eens achteraan. Maar dat zag er gewoon heel erg soepel uit. En dat is gewoon heel fijn dat meteen dat je gewoon heel veel verbetering ziet. Kom, we gaan je benen afspuiten, jongen. Nou, ik neem hem even mee. Alle twee zijn beentjes zijn afgespoten. Ik vind dat soms een beetje lastig hoe lang dat nou precies moet. Maar kijk, op zich die rechter is dus echt al best wel een stuk dunner. Deze ook zeker wel. Want ik kan gewoon weer hier zo... nou, dat voelt heel raar. Want ik heb gisteren... heeft natuurlijk eerst heel veel olie opgezeten voor die echo. En daarna die Compa Gel. Dus het is heel glibberig daar zo. Maar die is ook zeker wel dunner. Maar ik heb dus in de... trailer, echt al 2 jaar als het niet langer is, heb ik dit liggen van de Horsham Company nog, van dat klei. Dus dat wordt natuurlijk heel vaak gebruikt op paarden met dikke benen of, nou ja, goed, om het vocht eruit te halen, want klei dat trekt vocht uit de benen. Dus ik was toevallig bij de Action, dus ik heb even van die latex handschoentjes meegenomen. Dus ik ga het even proberen, maar Nachi stond op zich braaf, maar elke keer als die kippen gaan, kijk je uit, die kippen gaan... kakelen, dan is hij ook in één keer soort van spontaan bang voor kippen. Hè? Je hebt het ook maar moeilijk, hè? Met alle dieren die geen paarden zijn. Ja. Aangezien dit is al... oh, ik zie nu de datum. December 2022. Dus ik ben benieuwd wat ik aantref. Oh, het is helemaal... nou, ik weet niet zo goed of dit echt over datum kan gaan. Er zit in ieder geval wat water in. Voor de rest ziet het er gewoon nog steeds als klei uit. Ik heb het dus blijkbaar wel een keer gebruikt. Want ik had het in de trailer liggen om na de crosses op Marley's benen te smeren. Volgens mij heb ik dat dan wel aan dat het wel gebruikt is te zien een keer gedaan. Maar goed, ik weet niet of dat soort dingen echt over de datum kunnen gaan. Misschien verliest het een klein beetje zijn werking. Maar
Ik denk dat het uiteindelijk wel meevalt. Dit zie ik altijd bij de eventingwedstrijden. Hebben mensen zo'n latex ding aan. En dan lekker dik stukje klei. En dan gaan we het op de benen smeren. Nou, dat ging op zich wel oké. Oh, het zit wel een beetje op mijn trui. Wat is er nou? Ben je nou echt zo bang voor die kip? Of waar maak je je nou weer druk om? Het was weer heel makkelijk op te smeren. Ik heb vooral... Ik vind zijn pezen, dus eigenlijk rondom zijn pezen vind ik het niet dik meer. Maar vooral rondom zijn kogel. Zijn kogel blijft wel een beetje dik. Het is ook logisch, vocht zak naar beneden. En het was sowieso eigenlijk juist vozig rondom zijn kogel. En niet inderdaad bij zijn pees. Maar dat het wel al iets af is genomen, dat is natuurlijk wel positief. Nou, ik ga maar hem terugzetten, want dit heeft hier allemaal geen zin zo. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En de eerste buitenrit met Marley en Akke staat op het programma. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Ze zien er zo echt als een tweeling uit als het zo een beetje van achter is. Want ze hebben best wel gewoon een verschillende bouw. Maar qua kleur lijkt het natuurlijk gewoon echt mega. Ik ben aangekleed. Ik heb een sample baselayer van mezelf aan. Een sample rijboek van mezelf aan. En ook sokken, maar die zie je niet meer. En heel toevallig, dit is een oud dekje van QAP. Matcht dit bijna helemaal perfect. En kijk ook nog eens met mijn beugels. Dus dat is mooi. Mar gaat dus voor het eerst mee op zijn ijzers. Toen ik hem net uit de paddock haalde, liep hij gelijk al zoveel beter als dat hij zonder ijzers er altijd afkwam. Maar het is dus voor het eerst dat ik deze rakkers niet meer nodig heb. Zijn hoefschoentjes, die heb ik natuurlijk ruim een jaar gebruikt. Dus die zijn niet meer nodig. Je kan officieel gezien volgens mij ook wel met ijzers in hoefschoenen. Maar het is niet meer nodig. Want hij droeg de hoefschoenen omdat hij natuurlijk gevoelig was. En nu met de ijzers om is hij niet meer gevoelig. Dus dat is heel erg fijn. Ik hoef alleen nog even zijn hoofdstel om te doen. Dit is trouwens touw niet. Maar ook dit halster is een sample. Nou ja, sample. Waarschijnlijk is dat waarschijnlijk wel het eindresultaat. Want ik ben er echt al heel erg blij mee. Dan hebben wij hier zo. Oh, dat ziet er zo leuk uit. Hey, liefie. Het is officieel. Ja, ons aksje. Ja, het is echt heel gek. Ja. Maar wel heel leuk. Maar ze gaat ook. Ze is net een week thuis. En de eerste rit wordt gelijk een buitenrit. Ja, nou ja, gek genoeg vind ik dat veiliger zo met Mar erbij. Dan als ik alleen in de bak zou zijn. Ja, oké. En ik weet, ja, het bos kent ze hier natuurlijk al wel. Ja, want dat scheelt natuurlijk. Je hebt echt al ruim een jaar. Ja. Gewoon heel veel gewandeld hier. Heel veel grondwerk gedaan. Ja. Dus dat scheelt inderdaad wel echt al een hele hoop. Ja, ja, en weet je, het is gewoon fijn dat er een tweede paard bij is. En om het daar heel makkelijk te maken, kunnen we ook gewoon alleen maar rechtdoor lopen. Weet je, ja. Niet echt moeilijke dingen opzoeken of zo. Nee, dat is. En ja, als ik het echt te spannend vind, ja, dan stap ik gewoon af. En dan Ook gewoon naar huis. Ja. Maar, we gaan het zien. Ik heb natuurlijk mijn GoPro'tje op. Cardi doet... Jij wil mijn bodyprotector nog op, denk ik? Ja. Ja, Cardi doet even voor de zekerheid bij een bodyprotector aan. Ik neem voor de zekerheid nog even een lead rope mee. Van mocht Ax toch dingen spannend vinden, dan kan ik er altijd even vastklikken. En dan maar als een beetje een soort leidpaard gebruiken. Dus heel veel zin. Ik ben natuurlijk zo ook erg benieuwd hoe Mar gaat lopen. Want die buik moet er gewoon echt af. Dus ik hoop dat hij natuurlijk nu met de ijzers gewoon hartstikke fijn gaat lopen. Wat ik alleen soms een beetje spannend vind met de artrose is weersveranderingen. Dat herkennen mensen met hun eigen paard of met hunzelf. Mensen zelf met artrose herkennen dat ook. Met weersveranderingen hebben ze soms wat meer last van de artrose. En het is natuurlijk best wel heel veel aan het regenen de laatste tijd. Dus ik hoop niet dat hij daar last van heeft. Als het dan niet te koud is, dan kan het een regen zijn of wat dan ook. Maar we gaan gewoon lekker stappen. We gaan kijken als het goed gaat een drafje doen. Ik denk niet dat we gaan galopperen. Het gaat erom dat Carmen en Ax samen vandaag een goede ervaring hebben. Just one glass in. You're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Waar gaan ze nou heen? Ja, inderdaad, dit is het. It's no secret. All my friends already know. There's no reason. All my feelings. Are you thinking about me too tonight? Mm-hmm. Your hand around my waist. Just let the music play. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine. Baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. And that makes me say, oh man, you make it feel like paradise.
kan nog wel een jaar duren. Ja. Ze moeten hun hoefoogcoördinatie, zoals ik het noem. Een Bries orkest. Okay, ready? Ja. Hou rustig been, hand een beetje naar voren. Kom maar, Aksje. Nou, dit is echt een heel mooi pad daarvoor hoor. Dus als jij kan, dan... Yes? Volgens mij is het een beetje moe. Wij zijn weer terug. Alle paarden die staan lekker te eten. Ik heb net ook even bij Nartje gekeken. Want ik heb hem natuurlijk als laatste gegeven om dan eten. Gelijk zijn benen gevoed. En sowieso voor is volgens mij gewoon weer helemaal zoals het hoort. Achter de rondom de pees is ook weer helemaal dun. Ik heb het idee dat rondom de kogel nog iets dikker is. Maar aan de andere kant, zijn kogels zijn sowieso wel wat dikker. Dus als ik met die andere van links achter kogel voerde, dan voelt het eigenlijk wel redelijk hetzelfde. Dus ik denk dat ik hem vandaag nog eventjes doe koelen en in de klei. En morgen misschien nog eventjes. En dan pak ik hem van daarna gewoon weer op. En dan natuurlijk wel rustig opbouwend. Maar ik heb dus over anderhalve week een crossles. Dus ik zat daar heel erg mee van, dan moet ik dat wel doen. Maar als het al zo snel weer geslonken is en het tot dan misschien gewoon goed gaat, dan... Ja, dan waarom niet? Ik doe het natuurlijk altijd wel gewoon rustig aan, want het is zijn eerste crossles dan. Dus ja, update over Narts dan. Nou, qua rijden ging het gewoon hartstikke goed. En we hebben natuurlijk even 2 keer gedraafd. En Cardi is blijven zitten. Ja, ik heb niks gebroken. Ik heb niks gebroken. Nee, het ging echt heel goed. Ja, het ging echt heel goed. Ik vond het begin een beetje... spannend, omdat ze echt heel vaak... ja, ze kan gewoon niet rechtuit lopen. Nee. Dus dan gaat, dacht ik, oh, ze gaat van het pad af en dan heb je een verhoging. Soms kijkt ze niet en dan struikel of zo. Ja. Het was heel grappig, omdat ik dit met Nars natuurlijk een jaar geleden allemaal heb meegemaakt. Ja. Moest ik ook in één keer denken, oh ja, de eerste keer dat ik op buitenrit ging, toen zwabberde die ook alle kanten op. En dan ging die ook echt, dat ik denk, hallo, er loopt hier een pad. Loop gewoon, volg het pad gewoon. Ja. Maar nee hoor, ze gaan echt zo alle kanten op en... Ja, het is gewoon heel erg wennen dan. Ja, ja en gewoon die kleine afdalingjes. Maar dan komt dat ik... Ja, gaan ze ook versnellen dan, ja, in plaats van dat ze vertragen. Nu gaat ze, weet je wel. Dit is het moment. Maar het viel echt wel mee. Maar dat komt ook omdat toen ik met haar aan de hand wandelde, dan ging ze altijd versnellen. En één keer wilde ze eigenlijk weggaloperen toen we een klein beetje naar beneden gingen. Ja, ja. Dus nu dacht ik ook van... Blijf maar even hier. Ja. Nee, eigenlijk wel ja. Heel chill. Ja, nee, geen eens geschrokken of zo. Nee. Ook helemaal niet. Nee. Nee, we zijn een paar keer wat wandelaars tegengekomen. Ja. En nou, weet je, je weet natuurlijk nooit of je ook weer een zwijn of de herder met zijn schaap of weet ik het wat tegengekomen. Maar een goede eerste ervaring in ieder geval. Zeker. En het was dus grappig om te merken, terwijl Ax al meer conditie had dan Natch bijvoorbeeld vroeger. Want Irene die trainde haar 5 dagen in de week en ging af en toe buitenrit. En jij deed natuurlijk heel veel met haar wandelen. Dan zie je dus wel weer nu, want ik had een heel klein rondje uitgekozen... Precies hetzelfde rondje als ik met Nartjes voorheen heel veel deed. Dat precies op hetzelfde punt werden ze allebei moe. Ja, dat zei je ook. Ja, ja dat ik zei van, nou inderdaad, vanaf hier ging ik dan afstappen. En dan de rest gewoon aan de hand. Ja. En toen deed Carl dat op een gegeven moment ook. Want je hebt op het laatste heb je nog best wel een klimmetje. En dan deden we vanaf daar gewoon aan de hand verder.
Ja, ja, ik vond het echt heel chill. Ik vond het wel soms een beetje sneu voor Mar. Omdat Mar wilde gewoon crossen en zo. En ik zei, sorry Mar, bedankt voor je geduld. Ja, thank you. Maar dat hoort er een beetje bij. Ja, dat hoort erbij. Nee, echt. Als je jonge paarden moet me helpen opvoeden. Helemaal happy. Ja, ging helemaal goed. Dus wanneer gaan we weer? Ja, volgende week. Ik ga het alweer even in mijn agenda zetten. Ja, echt leuk. Oh, ja, het ding is natuurlijk wel belangrijk dat het gewoon vaker gaat gebeuren nu. Ja. Als in lekker doorpakken. Ja, nee, nu moet je ook wel doorzetten. Ja. Dan denk ik ook nu als we ineens 3 weken of zo niet meer het bos in gaan. Of... Nee, of dat je niet gaat rijden of zo. Ja. Je moet nu, hè? Nu moet ik echt. Ja. Er is geen weg meer terug. Ik moet. Ja, dat is wel een beetje spannend. Ja. Maar als jij in de bak wil rijden of zo, dan moet je het ook gewoon laten weten. Dan zorg ik dat ik in de buurt ben. En dan... Ja, het is inderdaad wat Irene zei voor ook mezelf, dat gewoon de eerste paar rondjes dat gewoon een lange lijn erbij hebben. Gewoon puur om te kijken hoe ze is. Ja. En ja, eergisteren ging natuurlijk in de bak met haar hond werken. En dat ging eigenlijk goed. Ja, of het moet daar echt... Ja, achterin hebben ze het allemaal... Heel hard gaan draaien of zo, maar... Ze hebben, of dat, als daar in één keer mensen van achter vandaan komen, dat daar een hond. Laatst ook een hond, maar Ax zag het van ver af aankomen, dus... Oh ja. Maar ja, het zou je maar gebeuren dat je net dat hoekje omgaat en dan achter een loslopende hond. Dat gebeurt echt best wel regelmatig. Dus dat, daar hebben die twee van mij ook allebei moeite mee. Dus we'll zien. Ja. Maar nou, helemaal blij dat het goed ging. Ik ga even wat ontbijten, want dat heb ik nog niet gedaan. Even uitmesten en dan ga ik even voer halen, want dat is alweer op. Ik ben net klaar met douchen en ik dacht, oh, ik ga even uitmesten. En toen zag ik hoe donker het was buiten. En er is echt een zieke wolkbreuk gaande. Holy shit. Je merkt wel dat de dingen die we gedaan hebben om de afwatering te verbeteren, zoals bij de inloopstal en de put hier, die doen wel hun werk. Dat is fijn. Dat is wel fijn. Dat is fijn. Oh mijn god. Oh, het drinkt heel hard. Okay. Ik hoor even aan jullie laten. Nu word ik nat. Hij wil niet. Kom op. Wees een paraplu en klap uit. Ik wil even aan jullie laten zien hoe Luna de vecht eruit ziet. Maar mijn paraplu werkt niet mee. Oh nee. Ik denk dat hij kapot is. Mijn paraplu is kapot. Nu moet ik hem zo vasthouden. Nou, wil je rijden? Ja. Dit is beter. Dat is kapot. Oh, hè? Maar hij zit nog nergens vastlopen, zo. Oh, oké, ja, prima. Nou ja, hier zo. Hier valt allemaal nog mee, toch? Ja, dit gaat wel goed. Dat je dat alleen dat loopt daar vandaan. Ja. Hier terecht. Maar hier kan het wel de... Ja, hier zit wel. Daar de grond wel in. Gaat daar wel de grond in. Oh, nu moet ik hier tussen... planten door. Kijk, oh my god, inderdaad. Ik heb een halve bak hier. Oh my god, mijn bak. Ja, holy shit, deze rivier. Ja, dat heb ik nog nooit gezien. What the fuck? Maar de bak staat helemaal blank. Holy shit, kijk dit! Een soort stroomversnelling. What the fuck? Ik wil niet nat worden. Ja, helemaal nat. Een soort wildwaterbaan over de weg nu. What the fuck, zie dit! Wat een stroomversnelling. Ja, dat kan ik geloven, ja. Oh mijn god. Dat water, joh. Kijk dit dan. What the fuck? Alsof we een soort modderstroom uit de jungle hebben. Ja, alleen nu is die bak niet weg. Ja, dan is het mijn bak niet wegspoed, inderdaad. Waar zitten de kippen? Zitten die veilig? Ik heb nog niet gezien. Zullen we aan een stal zitten, denk ik? Allemaal met de pootjes in de wind. Ja, zielig. Oh, dit wordt allemaal zand uit de bak. What the fuck? Nee, dit is echt... Als een bepaalde buurman nu nog wil klagen dat wij geen wateroverlast hebben als het hier een beetje regent. Het komt allemaal hier vandaan, ook uit de mesthoop. Ah, die paarden. Sneu, holy shit. What the fuck? Stroomt hier zoveel water uit. Kijk hier, mijn longeerlijn is een soort dammetje. What the fuck? Hey paarden! Oh, sneu. Holy shit. Ik heb de bak nog nooit zo nat gezien. Maar ja, dat is dus het probleem hier. We krijgen ook al dat water van de bomen en over het maisland. Dat komt dus over ons terrein heen en dan dus naar het laagste punt bij de bak daar. Oh my god. Het staat ook helemaal onder water er. Ja, nou, volgens mij ging het echt een uur lang zo hard regenen. Ah, het is echt niet oké hoe hard het regent. Wat fuck, een inloopstal. Ben je dood? Ja, nou dat is niet zo erg. Maar goed is, doet hij niet wel eens zo erg.
Ja, die goot was dus blijkbaar ook verstopt. Dus al het water stroomde hier in de inloopstal. Maar nu dus niet meer. Maar ja, een beetje te laat. Kijk, al dat water dat hier zo dus eroverheen komt. Het stroomt nu allemaal daar dus de put in. Oh, ik haat het ook dat ik nog niet heb uitgemest dan. Want natte mest en natte grond is echt vreselijk om uit te mesten. Wow, die paarden staan echt als een soort standbeeld daar. Maar dit is toch ernstig, jongens. Al dat zand wat meegespoeld wordt. Holy shit, hoor. Heel heftig dit. En ook tegelijkertijd al die mestsappen. Oh my god. Kijk, ik doe de camera eventjes weg, want ik krijg het echt heel koud ook. Oké, half uurtje later. Het is gestopt met keihard regenen. Holy shit, dat is echt een zieke broekbreuk. Ik heb even mijn regenjas van Chevaldo aangedaan. Even mijn laarzen uit de kast getrokken, want mijn enkels zijn helemaal nat geworden. Maar het regent nog steeds wel. Maar niet zo ernstig meer als net. Oh mijn god. Mijn bak ligt zelfs hier. Ik ben echt blij met de afwatering die we afgelopen jaren hebben doorgevoerd. Zoals hier dus. Wat nog steeds echt heel hard gaande is. Want hier was het eerst geen put. Dan stroomde het zo op over de weg. Maar eigenlijk stroomde alles hierheen. Dus toen stond het hier een keer helemaal blank. En weet je, er is wel wat speling. Maar bijvoorbeeld hier is het misschien net 1 of 2 centimeter hoog. En je zit hier met je kozijnen en zo. En we hebben ook een keer gehad dat dit putje overstroomd was. En dan blijft het water er hier dus allemaal hangen. Dus dan moet je uitkijken dat het niet in één keer in je huis zit. Dus fijn dat we daar in ieder geval de afwatering hebben geplaatst. Dus die extra put hier hebben geplaatst. En dan natuurlijk bij de inloopstal wat ik net liet zien. Dat we daar ook een extra put hebben geplaatst. Dat helpt in ieder geval al wat. We wilden nu dus even gaan kijken hoe de trekker bij ligt. Hé, hey, Martje staat binnen. Hoe de Wadi er ook bij ligt. Hé, schat. Heb je per se lekker binnen? Je hebt dat alleen geen eten binnen. Hé, liefie? Hé, dropje. Lekker nat geregend, hè? Lekker nat geregend. Ik had dus een filmpje in mijn story gezet en allemaal mensen al van... Oh, ze kunnen nu niet schuilen. En dan denk ik, ja... Paard gaat niet dood van regen of zo, hoor. Ik bedoel, het is ook niet alsof het een dag lang aan het regen is. Het is even een uurtje heel hard regen. Ha, jongen. Natchi vindt het helemaal niks regen. Om met zijn hoofd tegen de regen in te lopen. Kijk, dit is dus kut. Want dan loopt heel je mest loopt weg. En dat is echt kut met uitmesten. Maar goed. Gaat niet anders. Nou, hier valt het nog wel mee. Wat plasjes. Oh my god. Kijk die bakje aan deze kant. Zo ernstig. Holy shit. Ik heb de bak nog nooit zoveel met water gezien. Oh, hier ook al die mest. En die Wadi, joh. Kijk nou toch eens. Die heeft ook nog nooit zo vol gestaan met regenwater. Wel dat ik per ongeluk de slang te lang had aangestaan. Maar ook wel intens dit. Maar ja, voor de rest. Oh, Nachi. Die vindt het echt niet chill met zijn hoofd tegen de regen in te lopen. Je hoeft me ook niet te volgen, jongen. Je hoeft me ook niet te volgen, schat. Oh, schatje. Maar kijk, de trek is voor de rest natuurlijk gewoon lekker mooi droog. Want zo is de trek natuurlijk gelegd. Wat zei je? Het water. Ja, intens. Zo is de trek natuurlijk gelegd dat die watersturend is. Zelfs de zandplekjes hebben plassen staan. Kijk, allemaal kleine riviertjes hier zo. Ik weet niet of jullie dat goed op camera kunnen zien. Oh, die mest ook hier. Bleh. Bleh, 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 bleh. Maar nu, ja, voor de rest is het water lekker de weilanden ingelopen. Oh, zelfs daar zo, joh. Oh, dat zie je denk ik op camera niet. Ik weet niet waar stroom op staat. Maar kijk. Zelfs op de wei. Kijk. Hier zo. Maar op zich klopt dit stukje ook wel. Want dit is het laagst gelegen gedeelte. Toen er nog helemaal geen gras stond. Toen had je daar natuurlijk ook een plas water, weet je nog? Alleen zakt het water niet veel beter. Ja, tuurlijk. Zakt het daar weg. Het verzamelt wel waar we het willen hebben. Ja. Mooi, hoe noem je zoiets? Mooi document, mooi bewijs voor mee naar de rechtbank te nemen. Mocht het nodig zijn. Ja, hier is wauw. Kijk deze. Er heeft zich gewoon een gul gevormd hier. Wat ziek. Oh, hier is er al. Kijk, en dan heb je dit stukje. Want hier heb je dus ook een soort wadi hier.
En als hij dan overstroomt, dan gaat hij over het pad heen. Dus dat zie je dus nu hier gebeuren. En ze hebben gewoon in de trek. Kijk nou, zitten gewoon. Hallo. Ik zie jou net een ziek. Kijk nou. En hier zo stroomt het dan over. De weg op. Oh my god. Ernstig. Wat een regen, jongens. Ja goed, het is nu klaar. Het gaat de rest van de dag nog wel een beetje regenen, maar een beetje zoals het nu doet. Maar als het goed is, zijn de stortbuien zijn over. Oh, godverdamme. Dit is toch vreselijk dat ik dit nog moet gaan uitmesten. Daarom doe ik altijd liever uitmesten voor de regen, maar ineens was die wokbreuker. Nee, ik kan het ook beter dan gewoon met een mestbooi bij elkaar schrapen in plaats van met de hark. Heel vies. Nou, gelukkig is jullie hooi nog wel droog, hè? Gelukkig kun je nog wel met jullie hoofd droog eten, schatjes. Ja, ja. Lekker ding. Het houdt ook maar niet op, hè, hier zo. Maar dat is dus wat we bedoelen. Dan regent het helemaal niet zo hard meer nu. Maar gewoon al dat water uit de hoger gelegen delen komt gewoon over ons terrein heen. En dan zeggen mensen dat wij op zandgrond zitten, geen wateroverlast hebben, dus dat we helemaal geen watersturend terrein hoefden te hebben. Nou, dikke middelvinger naar jullie. Of nee, eigenlijk natuurlijk één persoon in het bijzonder. Hé, hey, daar is Hidde. We hebben vrienden over. Gaan we lekker mee kaas fonduen, want voor een barbecue is het niet echt lekker weer.